Bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar wordt een stem op de Verenigde Seniorenpartij een stem op 50+. VSP gaat volgend jaar op in de landelijke partij. De samenwerking tussen de twee partijen begint nu al. We hebben direct net een persconferentie gegeven waar we naar voren hebben gebracht dat we met ingang van volgend jaar, 2018, de verkiezingen ingaan als 50+. We blijven tot eind maart VSP, maar in de nieuwe periode smelten wij samen 50+ en VSP. Mijn rol, die is na de verkiezingen in 2018, vind ik het welletjes geweest, daar hou ik op, als fractievoorzitter. Na 5 keer in de periode hebben gezeten en 4 burgemeesters hebben meegemaakt, vind ik het genoeg geweest. En ik vind dat andere mensen moeten gaan doen. Er wordt een benoemingscommissie, komt er, en wij gaan kijken wie de beste is. Wij gaan de campagne in en we gaan daar zeggen dat we na maart 50+ zijn. We gaan de campagne in als VSP, maar ook met de houding en met de bedoeling dat wij 50+ worden na de verkiezingen van 2018.